因为我之前有过一个男朋友，我们交往了四年哦，但是我从来没有见过他的家人或是他的朋友。那等到我们分手的时候，我才惊觉到说，事实上呢，他自己不想去面对别人对他的质疑，这样子。所以那时候我大概二十几岁而已，结婚这个选项或者在交往这个选项，从来都没有在我的脑海里面再出现过。这段婚姻对我来讲，事实上我是完全出乎我的意料之外。一直结婚是什么意思？ね、いつぐらいがいいやろな。いつですかね。ね、お待ちしてるんですけど。うん、そうやな。その準備段階ですよね。でも彼女が言うにはやっぱり30までには結婚したいというのがすごいあるんで、それまでにはできたらいいなと思います。はい。向いてないと思います。家事もできないし、そうですね。でも。結婚したいっていう気持ちはあります。ただその足のこともあるので、協力的な人がいいなとか優しい人がいいなとか理想だけは膨らんでいきます。 Have you ever imagined that maybe someday you can have your own family? No. No? Why? I don't know why. Or maybe you haven't think about yet? Yeah.でも本当だったら障害を持った人が、まあ、障害のない人と同じように自由に恋愛をして、でそのパートナーとそういう行為ができるっていうことが一番いいのかなと思いますよね。でその障害者の恋愛についてもなかなかまだハードルが高い部分もあるし、でもそこが自由になるっていうことが最終ゴールなんじゃないかなっていうふうに思ってますね。Hello, I'm Tika. I'm working as a sex worker for people with a disability. And I start to do this, finding out that sexual needs can be a problem for people with a disability. And I worked with, in a normal situation, with, as a social worker with people with disability.And then I find out that there can be frustration, and there can be a wish to have intimacy or sexuality, and that is not possible to help them if you are a social worker. I was growing up with disabled people around me, all kinds of disabilities.Was normal for me when I was small. So I didn't know much about the world with non-disabled people. So this is my personal life that I have to had to make myself, ik moest wennen aan juist leven tussen gewone mensen. Ik kende meer toen ik jong was. Ja, allerlei soorten handicaps. Van, en in first interviews, then I thought, it's not nice if I say that my brother is disabled and my mother. And then I said, my mother is disabled, and don't put in it that my brother is. And then I thought, let it go, let it go. they were all disabled around me. That's what I, it's about my life, yeah. So I think it make it easier to fight for them, because I have seen their needs when I was small. So that's the story, yeah. Thank you.
Ja, lekker. Ja. We hebben het niet helemaal. Echt niet? Nee. Ik begrijp dat ze vraagt van welke deel van je lichaam vind je prettig? Waar raak je opgewonden van? Is in contact met mij? Ja. Ja, ja. In contact met mij. Wat je prettig vindt, wat dan gebeurt. En geen antwoord geven. En middel alleen en om me zitten en weg. Ja, ja. Hoor je wat hij zegt? Hoor je? Ja, ja. Hij wil gestreeld worden en hij wil dat iemand op hem zit. Ja, ja. Ja, en dan ben ik ook om de weg om te brengen. Ik vind het moeilijk precies over intimiteit te praten. Ruud wil... ik kan vertellen dat ik kom bij Ruud en het gaat over intimiteit en seksualiteit. Dus dat is wat Ruud allebei wil. Klopt dat, Ruud? Ja. Ja. En de precieze invulling over wat hij daarmee wil, vindt hij niet fijn te vertellen. Oké, ik heb er geen moeite mee, hoor. En lekker. De mensen weten. Waar je allemaal van houdt. En lekker. En maar voor mij begrijpt me niet. Jawel, het is helemaal goed. Het is helemaal goed. Het is goed. Oké. Ik denk, omdat jij jezelf niet kan aanraken, heb je mij wel eens verteld van dat je mist mensen aan te raken? Ja. En dus. Je kan daar iets over vertellen, van dat je wilt een contact dichtbij, of... Ik wil ook een contact. Ruud wil zelf iemand aanraken, maar dan gaat, als ik dichtbij ben, wil hij dat ik zijn handen op mijn lichaam leg, omdat hij kan zelf niet meer dat sturen en doen. Dus dat soort dingen vindt hij heel prettig. Ja. Ja, ja. Een vriendin van Ruud heeft contact gezocht. Die heeft gebeld of ik langs kan komen. En dus een vriendin van hem. Ja. Yeah. Die vriendin kent u van tevoren? Nee. Zij had gehoord dat ik bij gehandicapte mensen langskom voor intimiteit, seksualiteit. En zij had mijn nummer van iemand gekregen. En zij belde op van... En zij vertelde hoe zij... dacht dat Ruud dat nodig had. En zei, het is heel belangrijk voor Ruud en kun je langskomen. Er was een vriendin van Ruud. En dat was wanneer? Ja, sinds wanneer, Ruud? Wow. Sinds wanneer kom ik bij jou langs? Ongeveer 4-5 jaar. 4-5 jaar geleden. Na de eerste betaling, ja? Ja. Ik weet het niet meer. Ik denk altijd de eerste keer, dan moet ik kijken wat wil iemand en wat kan iemand. Dus ik ga dan vragen van wat wil je en hoe. En Ruud was altijd is in bed. En ik kom bij hem altijd
rond 11:15. Want dan heeft de verzorging hem verzorgd. Ja. Dan is hij op bed. Hij blijft op bed. En ik kom hem omdat hij... Dus het moet altijd die tijd zijn. Ja. En dan is hij op bed. En later, als ik weg ben, gaat de zorg hem uit bed halen. Want het moet met twee personen. Ja. En vroeger... Kon ik hem wel eens uit bed halen. Heb ik hem uit bed gehaald met de tillift. Maar dat is te moeilijk geworden voor... Hij is meer gehandicapt geworden. Ik ben ook zwaar. Wat zeg je? Waarom ben ik ook zwaar? Ga dan afvallen. Nee. In het begin kon Ruud nog zelf drinken pakken in een flesje. Hij kon het flesje pakken. En als je klaarlegt voor hem, hij kon het zelf pakken. En hij kon zelf roken. Maar wel, hij ging het wel vaak laten vallen. En dus het is steeds slechter geworden. Ja. Dus nu kan hij absoluut niks, niet meer zelf iets pakken. Nee, man. Ja. Niet. Ja. Hij heeft ook mensen van de zorg, maken ze hem heel netjes. Sommigen doen extra aandacht aan. Nu hebben ze zijn haar heel netjes gedaan omdat jullie kwamen. Oh, ja. Heel mooi. Ja. Ja. キャップを開けるともうすでにローションが塗ってありまして、まあ一回使い切りの製品なんですが、こちらをまあペニスに挿入してこのようにまあ手で上下して使うものなんですね。ただまあ手に障害があってうまくこれを握れないという方にとってはこの動作ができないわけです。でそこで、まあ手が不自由でも使えるのはどういった形かというのを考えて。まあ、例えばこういった形ですとか、まあ、手を握れなくてもこういった形で動かせるですとかで、まあ、こういうストラップ式のものですとかというのを考えていって最終的にまあたどり着いたのがこちらの形で、でこちらはこのくびれの部分にこのストラップをつけると、で手首ですとか、まあ、手のまあ、ちょうどいいところにこれをつけていただいて、で、まあ、腕の力だけでこう上下ができるというものですね。はい、そのきっかけ、なんかそういった活動を始めるきっかけとなったのが、まあ、ノワールさんの熊篠さんという方でしたね。はい、フランス語で夜とか黒暗黒っていう意味なんです。でよくピュアとか白いイメージがあるんで、あえて逆を狙った。あとは夜なんで、まあそういうことです。まあ誰もやってなかったっていうのもあるし、あとは最低限自分が良ければ自分の周りの環境を整えるっていう意味で、例えばさっきの点画用のベルトカフ、あれだけで済む場合もあるわけですよ。っていうこととか、あとは何ができないのか、何ができて何ができないのか、そこの確認からしないと、そのできることまで手伝う必要はないんで、できないことは手伝います。まあ、私が最初に、まあ、その問題というかそのことに、
出会ったのは、私は大学生の時にその身体障害者の自立支援の、まあ、サークルに参加して活動していたんですけども、そこで、まあ、熊篠さんの著書ですね、あのたった5センチのハードルという本に出会いまして、まあ、そこで、まあ、そういう問題もあるんだというのに気づいたというかですね。でそこで、まあ、自分がこう介助をしていたような方とお話をしたりして、まあ、やはりそういった、まあ、欲求もあるし、まあ、困っているというのもあると。ただまあその時はどう一致したらいいのかというところまではいかなかったんですけども、まあ、ただまあ人間として性欲があるのはそれは当然のことですし、まあそれで特に驚くということも、まあそれはそうだろうなということで、でしたかね。まあで自分でこう何ですかね、その介助をする中で、まあ何ですか、身体、まあ、体洗ったりもするわけですね。で、まあチンコが立ってたりペニスがこう勃起してたりということもあるわけですし、まあそこに対してあまり何ですかね、まあ、衝撃的というかということもなく、まあ、疑問もなく、まあ、自然と受け入れられたということが感じでしたかね。それは天下を、まあ、天下は知らなかったんですけれども、やはりそれはもう日本の文化というか、もう性に対する意識、その性に対してネガティブな意識を持っている親だったんですね。だから私の家は恋愛だとかセックスだとかそういった話はあまりすることがなかったんですけれども、だからその親もその日本の文化に飲まれてしまって、本当の性の本質っていうものを見れてなかったのではないかなと思ってます。やはりその人にしてもらいたい、それが快感につながって射精に導ける、まあ、オルガズムを感じれるという方もいらっしゃいますけど、その中には他人には触られたくなくて自分で自分の性欲を満たしたいという方もいらっしゃると思うんですね。でそうした時にそのやはり風俗を利用するにも予約を取ってお金がかかってっていうようないろんな壁がある中で、やはりこう自分のしたい時に自分が好きなようにする、でそれをサポートするのが私たちの仕事だと思ってます。なのでその方がどうやったら使えるかだとか、そのどういったらその、まあ、負担が減っていくかですよね。そのために私たちができるその人とのやり取りもしますし、その人との介護、その人を介護される方の意見も聞きながら、その人がプライベートな時間、プライベートな空間で自分の時間を楽しめる、そんな時間もサポートできればと思ってます。はい、熊篠さんがノワールとされてる活動ってのはご存知ですか？あ、もうもちろん存じ上げてます。はい、なんかその活動に対して思うこととかあれば。今ゼミの時からゼミになるからそういう活動を見てて、やっぱでも、うん、なんですかね、日本でこう見て見ぬふりをされちゃう領域じゃないですか。それがもっと、ね、まあAV は性をエンターテインメントにしているわけで、でも性のエンターテインメントもあれば、こういったなんかこう障害者と性って、それは性の歴史とした領域でありビジネスである部分っていうのもあると思うんで、でもプロレスは僕はやっぱこうハンディキャップのある人とかにも絶対こう楽しいと思ってもらったり勇気を与えられるジャンルだと信じてるんで、例えばその常連でずっと車椅子で来てた人はやっぱりものすごい興奮エキサイトしてくるとちょっと立ち上がろうとしたりするんですよ。これって結構プロレスの力だと僕信じてるんで、はい、だから僕はこれからもやっぱり熊篠さんはじめハンディキャップある人とかにもプロレス見てほしいですね。はい、まあシステムにせよ何にせよ補助なり何なりがないのは当事者がニーズを口にしないからなんです。今もってほぼ誰もニーズを口にしていないので、
それはもうしょうがないです。まあ、あれはあの正確には性風俗営業なんで最後までやったらいいんです。 NPO じゃないんで、なんちゃって NPO なんで。ただ福祉とか介護っていうのは段階があるんです。アセスメントをしなきゃならないし、できることまで手伝う必要はない。I have to be open about this because I don't want to have a double life. And now they try to, I think some of the journalists, they ask me questions and they write, Tika's profession is sex worker. They start to put it like that. And first I was shocked. I thought, I do this, but I do also other things. Is it good that they write it is my profession? Because in Holland, it is no profession to help handicapped people with sexual needs. It is prostitution. So that is a difficult thing. Yeah. Schools are trying to be open about it and to help handicapped people and to make a situation in future, let us help them better than it is till now. So there is, it's a kind of new situation to be, that there are so much schools that they ask people like me to come and talk about what it is. And then in a class situation with young people, most of the people are closed and looking at me, what is she doing? Is she that person who is working with handicapped people? How can she? And I feel this. And in the beginning, say, do you have questions for me? Shall I answer your questions first? And then we have contact. And in 20 minutes, the situation will be soft. Also, that they say, I didn't know about it. It is good that did. So then I'm glad to talk about it. Ik kijk ernaar uit als ik kom en ben niet blij als ik weg. Niet blij? Nee, als ik weg moet. Hij kijkt ernaar uit tot wanneer ik kom en hij vindt niet leuk als ik wegga. Hoe meer, hoe beter. Hè? Ja. Maar helaas, ik ben er geld niet meer. Ja. Als je heel rijk zou zijn. Ja, dan ben ik mee wonen. Als hij heel rijk zou zijn, zou hij willen dat ik bij hem woon. Okay. Ja. Of je dat tot jouw eind van je leven zou willen? Dat moet ik wel, ja. Want ik denk niet dat ik nog een 20 jaar leef. Dat je wat? Niet meer 20 jaar leef. Ik denk wel dat ik wel verdien. Okay. Thank you.
Ik ben Maureen Hellebrand, ik ben 32 jaar en ik heb een escort service voor mensen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking. En ik heb ambulant moeten hulp verlenen, dus gewoon bij de mensen thuis. En toen belde mijn baas op en die gaf aan van, goh Maureen, ga een uurtje later, want er komt een vrouwtje van plezier. En daar moet ik niks over vragen. En toen kwam ik bij die jongen aan en die was gewoon razend enthousiast en die was zitten in zijn handen en vrij van heel hard op zijn benen en slaan. En op een gegeven moment, ik zeg, je moet me gewoon vertellen wat er gebeurd is, want ik word knettergek van je. En die jongen die zegt, ja, en ik mocht net twee standjes uitkiezen en samen douchen en koffie drinken. En ik heb alleen maar zo gekeken en ik dacht, hè? En ik ben naar huis gereden en ik heb dat tegen mijn vader gezegd en hij zei, waarom begin je dat niet? En zo ben ik eigenlijk gestart met de ultieme zorg. Ik ben Ron Vrijheid uit Heerlen, Nederland. Ik ben 55 jaar oud, overmorgen. En ik ben machinebankwerker geweest vroeger, maar toen ik begin 20 was, heb ik een motorongeluk gehad, rug gebroken. Dat was het werk voor mij afgelopen, dus ik ben al 35 jaar op zo'n geschikt. Ik heb door het roken. Zwaar COPD, eindstadium, COPD cold 5, longcapaciteit van 15%. Dan kun je niks. Is het laatste stadium. Kun je niks meer. Ik heb het bedrijf van Marijn heb ik, ik denk een 4 jaar geleden leren kennen ongeveer. Via een tv-uitzending op Limburg TV. En ik was zo van onder de indruk dat zo'n jongen, toen werkte ik nog met een collega van haar, dat zo'n twee jonge meiden zich bezighouden met die problematiek. Wat, ja, toen kreeg ik te horen, ja, ze werkte, kwamen alle buiten de zorg. En ik heb ze meteen ik heb ze opgezocht via Google. En ik heb ze berichtje gestuurd, van dat ik ze hartelijk bedanken dat ze dat werk überhaupt deden. En van het een kwam het ander. Ze is bij me op bezoek geweest voor een intakegesprek. Hebben ze een mevrouwtje gestuurd. Ja, en ik ben er al vier jaar bij. Voor mij is dat gewoon echt uitkomst. Mijn naam is Chantal, ik ben 37 jaar. En ik ben verzorgende. En seksverzorgende. Allebei. Verzorgende voor oudere mensen in een verzorgingshuis. En ook seksverzorgende voor mensen met beperking. Oké, nou, eerst krijg ik bijvoorbeeld, ik heb ook mijn eigen website waar cliënt bij mij aanmeldt. En tweede ook, omdat ik krijg ook cliënt via dat Flexzorg en via Teamzorg van Maureen, krijg ik ook cliënten. Maar in dat geval gaat bijvoorbeeld Maureen of Flexzorg of autisme op, haar hond is intakegesprek met die cliënten doen. Hun doet dat wel. En daarna haar hond mij contact met mij nemen om te vragen van, wil jij, dit is, ik krijg een hele casus van de cliënt, wat hij mankeert en alles. En of ik wil naar die cliënt toe. En dan ik op allemaal reclame zeggen ja of nee. En dan ga ik gewoon, daarna ga ik gewoon naar die cliënt. En ik ben geweest, krijg ik op een soort feedback aan Flexor om te vertellen hoe het was gegaan. Op aandachtpunten bij de cliënt of weet jij. En ik heb ook cliënten die kunnen niet zelf contact met mij door hun beperking. Dat wordt via hun begeleider. Die maakt contact met mij van, oh, wij hebben een cliënt, die heeft die en die en die en die. Maar dan de intakegesprek vindt plaats met de begeleider. En daarna ga ik naar de cliënt toe. En dat is verschil tussen seksverzorgend met een gehandicap en gewoon prostitutie. Die proces, nou, ja, gewoon dat doe je dingen. Maar dit is echt een proces. Nou, dat is ook de echte tijd nemen. En het vertrouwen wat je hebt. Ik ga altijd eerst op intake. Ik ga kijken bij de klant, wat kan iemand, wat wil iemand, hoe woont iemand, is het veilig? Noem het maar allemaal op. Daar maak ik een plannetje van, zeg maar. En met dat plan ga ik kijken wie past daar het beste bij. Dat is een reguliere escort natuurlijk niet. Daarbij doe ik na een afspraak ga ik altijd bellen, mailen, appen, wat de mensen eigenlijk willen. Om te kijken, goh, ben je tevreden? Een instelling bel ik op en dan zeg ik, is er een gedragsverandering? Is het wel goed geweest voor die persoon? Dus je hebt een heel na-traject, een voortraject, wat je gebruikt.
En dat is een reguliere escort niet. Ik heb één klant die weegt 38 kilo. Dus die is gewoon heel erg mager. En die zit helemaal ingewikkeld in dekens. En toen ik daar op intake ging, ik schrok ook van die jongen. Maar ja, goed, je weet dat je met dit soort mensen kun je in aanraking komen. En hij had ook iemand laten komen van een reguliere escort. En dat vrouwtje komt binnen en hij zegt, of dat meisje zegt, ja, je moet wel meteen betalen. Dus hij heeft dat meisje betaald. En zegt ze ook, ben ik condooms in de auto vergeten. Nooit meer gezien. Ja, als je een vrouwtje voor de eerste keer laat komen, natuurlijk, je maakt eerst kennis. Je moet elkaar even leren kennen. Ik bedoel, dat is ja, normaal. Dan probeer je, ja, pas je elkaar een beetje af, hoe je een beetje bij elkaar past. En dan gaat het voor de rest. Je kijkt hoe ver je kan komen. En voordat zijn vrouwtje komt, laat Marijn, laat zijn vrouwtje al, die spreekt met zijn vrouwtje. Wat mijn beperking is, wat mijn tekortkomingen zijn, wat wel kan, wat niet kan. Dus het vrouwtje die komt, die weet al wat ze, wat ze kan verwachten van mij. Ja, tot nu toe lukt dat gewoon prima. Jij hebt een lichte beperking en jij hebt een heel zwaar beperking. Mensen met lichte beperking, ik denk, ben ik ongeveer 50, als een uur afspraak is, ben ik 50 minuten kom ik daar, kijk, dat is ook anders. Als ik daar ben, krijg ik eens met hem even wat te drinken samen. Een beetje als een intakegesprek wordt ook, omdat bij die intakegesprek ik de kwartiertje bovenop. Ook, dat is een uur en een kwartier. So, en dan drinken en dan praten over wat ik wil weten van hem. En dan denk ik, soms is het 40 minuten, die seks dingen. Of zo'n 50 minuten. Maar echt een zwaar iemand die heel zwaar beperkt zijn, kan wel dat is half uurtje met seks. En half uurtje, omdat ik moet ook, misschien moet ik hem op bed zetten en dat soort dingen. Zo, varieert. Het is moeilijk om dat in te schatten bij. Eentje heeft meer tijd nodig, eentje anders. Maar ja. Zo. Ja, jij hebt een cliënt die bijvoorbeeld, die moet op bed zetten met een T-lift. Ja? Die ga ik doen. Jij hebt een cliënt met een luier en zo. Die verzorg ik allemaal. Die doe ik al, die maak ik schoon, die maak ik hem schoon. Weet je, dat allemaal handelen. En is het ook anders van iemand die loopt vanzelf na. De mensen kan dat niet, zo so dat doe ik. Hoe lang duurt een gemiddeld bezoek? Minimaal een uur. Ja. Minimaal, we gaan niet verminderen als een uur, maar daarna kan het met een half uur verlengd worden, dus anderhalf uur, twee uur. Ik heb één keer iemand gehad, die wou iemand echt van de hele nacht. Ja, dat is eigenlijk wel. Hoe wordt het tarief berekend? Nou, op het moment dat iemand geen seksuele handelingen wil, dus dan is het gewoon echt naar de film gaan of bij iemand thuis, maar gewoon niks seksueel relateren, is het €75. En op het moment dat er wel seksuele handelingen bij komen, is €150 per uur. En op het moment dat iemand natuurlijk zegt van ik wil een hele nacht, ja, dan hanteer ik wel een ander tarief. Je moet denken, ik ben al 35 jaar ben ik bewust vrijgezel. En ik heb dus wel vaker reguliere escort laten komen. Maar bij DUZ, dat is alleen voor mensen met een beperking. En dat werkt totaal anders. Die vrouw, als ik, ja, Maureen, je kunt het eerst hebben, maar als ik Maureen bel, die weet wat ik ongeveer zoek, wat ik verwacht. Maar als ik bij DUZ een vrouwtje bestel, dat is, dan krijg je een vrouwtje, die neemt echt de tijd voor je. Dat is niet normaal, reguliere escort, gewoon is het snel van een kwartier, 20 minuten snel even afwerken en weg. Maar bij DUZ gewoon, voor mij is het in ieder geval uitkomst geweest. Dus neem echt de tijd voor je. Ik kan een voorbeeld geven. Ik heb een cliënt, die is, ik denk 87. Nee, 78. Hij heeft een beperking eigenlijk. Hij is, ik word via een begeleider die contact met mij heeft opgenomen. Dat hij is heel erg agressief. Hij doet heel lelijk tegen de verzorgende. We hebben een psycholoog ingeschakeld om te kijken waarom. En kom hoe achter dat zou, omdat hij merkt dat hij probeert met zichzelf te spelen. En lukt hem toch niet. En toen was ik daar geweest. Ik ben nu een paar keer geweest. Ik denk twee keer. Gisteren was de derde keer. En ik krijg een berichtje van de begeleider en via de psycholoog. Dat hij wil mij heel erg bedanken. Omdat hij is niet meer agressief. Hij is helemaal blij dat heel veel is veranderd bij hem. En ik word, en dat maakt mij heel blij om dat te horen. Dat, oh, ik kan toch wat betekenen voor zo iemand.
denk is meer ontladen eigenlijk. Meer, kijk, ja, iemand met beperking is ook mens. Hè? En het moment dat je daar behoefte hebt, en dat kan jij niet kwijt. Ik kan me voorstellen dat wordt gefrustreerd. En het moment dat jij kwijt, maak jij ook blij, denk ik. Ja, blijheid. En ik heb ook gehad van een cliënt die spasme heeft. En het moment dat ik ben bij hem geweest, dat hij dat kwijt heeft gehad, hij zegt tegen mij van, oh, Chantal, ik voel zo goed, ik kan zo lekker slapen, ik ben niet zo, weet jij, dat helpt ook. Heb ik gemerkt, mijn zo'n cliënt. Een soort medische behandeling, zeg. Juist. Ja, eigenlijk wel. Nee, want je weet dat je betaalt zijn vrouwtje ervoor. Hè? Mm. En je weet, dit is een escort, ze doet er voor haar werk. En dat neemt niet weg dat ik sommige vrouwtjes wel heel erg leuk vind, toch? Mm. Verschillende vrouwtjes die ik echt wel leuk vond. Maar verliefdheid, nee, dat komt niet ter sprake. Hang af of ik heb regelmatig dat een cliënt, sommige cliënten vinden dat wij gaan trouwen bijvoorbeeld, heb ik tussen. Die wil mij eigenlijk een ring geven en alles. Bij ene leg ik dat heel goed duidelijk uit. Bij de andere, kijk, ik heb een cliënt bijvoorbeeld die begint te dementeren. Dan weet ik wel dat die cliënt, ik leg al uit, lieve schat, wij kennen elkaar bijvoorbeeld niet zo lang geleden. Zullen we even nog een beetje elkaar nog leren kennen een beetje? En dan zegt hij, oké. Maar door zijn dementie vergeet hij weer eigenlijk dat hij heeft aangezet. Zo als ik weer kom, maar iedere keer als ik kom, ik vind dat nooit vervelend. Dan ga ik weer uitleggen en is helemaal prima. Bij die andere cliënt moet ik heel goed duidelijk laten weten, dat is niet mogelijk. Snap jij? Zo bij eentje hangt vanaf hoe die cliënt elkaar zit met hun beperken. Eentje gaat zo om, aan die andere manier. Zo, jij hebt een cliënt, dus het gaat niet om de seks. Het gaat om de aandacht. Het gaat om de voelen voor de lichaam van een vrouw. Eigenlijk. Sommige cliënten heb ik ook tussen zo. Het gaat niet altijd om de seks bij alle makers. Sommige wel, sommige niet. Ik doe wat ik kan. Maar er zijn grenzen gewoon. Als ik buiten adem raak. Kijk, hier in de kop wil ik een heleboel. En dat probeer ik dan. Maar ja, daar kom je snel achter. Dan grijpt moeder natuur in. Als jij geluk meer krijgt. Dan lukt het je niet meer voor dat ding overeind te houden. Hoor. Dat mag je zo rustig letterlijk vertalen. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Ja, ja, dan grijpt moeder natuur in gewoon. Een leven blijven is belangrijker dan een erectie in stand houden. Nou, dan moet je even pauze nemen. Neem je 10 minuten pauze. Ja, dan probeer het wel voor nu. Daarvoor laat ik de vrouwtje ook meestal 2 uur komen. 1 uur is niet genoeg voor mij. Ik zeg altijd maar... kijk, de hele bedoeling van... ik zeg, het is niet het eerste interview voor de kever. Maar ik zeg altijd maar... Als ik gezond zou zijn... Dan zou niemand hier zitten voor mij te vragen waarom dat ding een escort laat komen. En dan heb ik een beperking. En dan is het in één keer iets bijzonders. Nou, gehandicapten zijn net mensen. Met dezelfde behoeftes verandert niks aan. Gemeentes, ja, met een potje. Maar meer gemeentes niet dan wel. Dus ik noem maar wat, bijvoorbeeld in Maastricht krijg je met een dwarslezen krijg je het vergoed. En in Brunsum, waar we nu zitten, krijg je het bijvoorbeeld niet vergoed. En ook daarom vind ik, dan moet je gewoon op 1 lijn komen. En ze komen je gewoon niet tegemoet, omdat het en een taboesfeer is. En mensen zijn er niet helemaal klaar voor. En je hebt gewoon de burgers die dan zeg maar geen beperking hebben, die zeggen bijvoorbeeld van ja, maar ik wil niet dat geneuk, als je het zo uitspreekt, van mijn belastingcenten wordt betaald. Want als hun het recht op hebben, heb ik daar ook recht op. Ja, en zo simpel is het natuurlijk niet, want nu zitten wij hier allemaal gezond, maar niemand zegt dat wij over 10 minuten nog gezond zijn. Ja, je hebt sneller de loterij, of je hebt sneller een beperking dus dat je de loterij hebt. En dat moeten veel mensen zich nog
echt gaan beseffen. Ja, we zijn er wel mee bezig om het vergoed te krijgen. Ik ben in Den Haag geweest 2 weken geleden, maar het is moeilijk. En ik wil gewoon, mijn doel is om te zeggen van nou goed, iemand heeft een dwarslees, weet ik veel, hij zit zo, hij komt niet in zijn eigen geslachtsdeel. Dus dan heeft iemand recht op 8 keer per jaar, ik noem maar wat. En voor de rest moet je dan sparen. Jawel, dat was het eigenlijk wel. Want als jij te horen krijgt dat je een ziekte hebt waar je niet meer bovenop komt, dan kijk je heel anders tegen het leven aan. En als je dan een vrouwtje hebt die net op dat moment dat die dat kan vervullen gewoon, dat betekent een heleboel. En waarom? Dan heeft het meer betekenis als dat je gezond bent. Dan heb ik gezegd, ik ben 35 jaar vrijgezel geweest. Ik heb al vaker escort laten komen. Dus voor mij is dat normaal. Regulier escort. Maar als je weet dat je erg ziek bent. En je merkt het zelf ook. En dat wordt nou over kwaad en aardig. Ik bedoel, er zijn er 8 jaar geleden zijn ze achtergekomen dat mijn longen kapot zijn. Het gaat me echt heel hard. Ik wist niet eens dat ik vandaag... Ik weet niet of ik vandaag überhaupt hier zou kunnen zijn. Maar dan krijgt dat toch andere betekenis voor je. En hoe verandert die betekenis dan precies? Je houdt je vast aan dingen die er, waarvan je weet dat je ze eigenlijk niet meer kan. En dan...守天使就是我们站在一个生长者的一个立场，我们完全去体会到一个重度的障碍者，当他自己无能为力去完成自己的一个所谓的自卫的动作，很简单的，守天使就是负责帮他去启动他自卫的那一双手。他是一个连小学都没有上过的，因为他是重度萎缩，所以他都一直待在家里。他已经20岁了，可是就是都没有出过，很少很少出门。我记得 Vincent 跟我讲说，他在跟他讲那个视讯电话的时候，他说：“哦，我出下门，就他就看到他就出了房间门，他就意思他说他出门就是他说他出门可能就是去出了房间门这样。”OK， 那不在他们家，那我们就必须要在外面。那如何移动一个很重的一个电动车的人，移动到旅馆，这是一个很大的问题啊。那我们就想说，那我们去申请那个富康巴士好了。那可是实际上那个地方没有富康巴士，那个不是台北，那个没有那么好。我们有试着申请，可是后来发现没有。OK， 那没有以后，那我想说，那怎么办呢？那后来我们就只好说，那我们就看他的轮椅有没有办法自己开到旅馆。那表示那个旅馆不能离他太远。那就在去服务的，就是我们预定服务的前几个礼拜，我就跟另外一个义工就开车下去，在他家，我们就先在 Google 上面找到他家附近的旅馆有哪几间，标示出来以后，那我们一间一间去看有没有无障碍。我告诉他说，我们从 Google 上面看啊，这家距离你们大概200-300公尺，你必须要自己轮椅过去。那实际上，
这位受服务者，因为他的肌肉萎缩已经程度蛮严重了，所以他实际上他推那个小小的摇杆啊，都已经对他来讲是很吃力的事情。所以他平常在家里也没有出远门嘛，所以他通常就是很短短推到他客厅又回到房间这样子。在知道我们这个方案以后呢，我们后来知道他趁他父母不在的时候偷偷跑出门，对，跑出门，然后他为了要练习，他持续练习说，哦，我可以推到100公尺，我可以推到200公尺什么东西。我们听到这个我蛮感动的，就是有一件事情让他从没有，他觉得没有任何乐趣的人生里面有一件事情可以做这样，然后去练习。我是属于天生的脑性麻痹重度，然后基本上我是属于四肢痉挛型，也就是说我没有办法自行下来走路，然后手脚是会有张力，然后我平常都是靠电动轮椅去代步我的行动，那上下床或者移位的部分都需要有旁人的协助，所以基本上我只要一出门就是都坐着电动轮椅去过着我这一天的生活，那可是我对于性的幻想其实是充满了很多的憧憬。这个第一个申请者的时候，他的服务的空间是没有问题，因为他有自己的房子。可是比较大的问题是，作为一个障碍者，他是没有办法自己洗澡、自己上厕所，所以他的爸爸会在傍晚的时候、下班以后的一个时间会来台北来帮他就是处理一些他生活上的事情。另外，他有申请所谓的居家服务，那居家服务会在爸爸离开之后，在一段时间，可能两个小时之后再来帮他弄睡前的一些事情。所以我们只有一个什么空档呢，就是那个中间那个空档是我们要帮他提供服务的，其实大概就是两个小时。所以我记得我们那天我们的团队是这样，我记得因为我是负责行政义工，我们集合了之后，我们行政义工就要进去帮他把他的卧室房间弄得比较欲望一点、情欲一点、舒服一点。我记得我们那天去的时候，我们就把他的一些那些比较照顾的东西先移开，然后我们把窗帘拉上，然后我们让那个欲望是很自然的出来，然后我们还点精油灯，对，让它有点甜的那种很浪漫的味道，对，那关灯，那这一切的工作就是我们有三个行政义工要在事前先做好。那我记得印象很深刻，那天因为是我们第一次提供服务，所以我们当天来了三个男性，都跟我一样，大概都180几公分的男生。就那天吓死我们了，因为我们三个大男生搬一个障碍者，我们其实是搬不动的。因为我们后来才发现，因为一个障碍者他其实是没有办法控制自己的肌肉骨头，所以他其实我们三个人抱的是一个软绵绵的。对，那一次之后，我们也知道我们该去学如何的抱障碍者。对，那我印象很深刻是，当我要把他抱上去的时候，我就问他说：“你家有没有大毛巾？”我要帮你铺在你的那个就是腰部这边，就是对，因为他说为什么要大毛巾，对，我就说因为等一下你射精之后就是会可能会留在这个床上，那因为床我们提供服务的是夏天，所以他的床是竹席，我说如果那个精液流到竹席就很麻烦，那如果晚一点你的居家服务员来看到有精液，这样就会事情可能就会被发现这样。我们的互动的过程当中就是都聊得很愉快，可是当下我很紧张，因为我不知道说我的身体敏感地带到底在哪里，然后必须要去探索它，然后心理工就会开始抚摸我说这样舒服吗，好，然后还是问我说那你哪里比较有感觉啊，对啊，那这样抱抱好不好，然后他说：“你趴着，我帮你按摩。”然后他用精油帮我按摩，就是我
马上就觉得当下是有被爱的那种感觉，这个幸福都来了。因为我这辈子好像就是真的没有这种初体验的感觉，是悲羞。我印象中，当他结束的时候，我进去的时候，因为我们行政义工要在收拾那个场地，我就问他说：“结果呢？”结果他就跟我讲说，他人生第一次真的有需要毛巾。那真的是，当我们收完离开没多久，居家服务员就来了。对，所以在我们那个服务的过程里面，我们一直很担心居家服务员提早到，对，然后他也会很担心，因为，他也担心如果居家服务员发现这件事情，对他去申请这样子的性的服务，居家服务员会不会对他有一些不友善的看法？对，因为光只是看到有障碍者勃起，都会用一种非常不友善的态度说你怎么可以这样？对，所以这个服务的过程对我们来讲就是一直非常小心。我一直不敢跟家人讲说我接受守天使的这个服务，如果我没有接受服务的话，我真的会觉得人家在说什么做爱说什么性，我都没有办法切入话题。可是自从接受服务的时候，我要知道其实我的功能是没有坏掉的，还是有开发的地方，我觉得我的身体是一个很美好的，虽然是坐在轮椅上，可是还是可以透过肌肤的接触，让我达到一个觉得自己还是一个很有用的人，这是我申请过后最大的体会。对，没有嘛，对了对伊，对到无通伊。叫骨飞来飞去，飞到天堂去。乌云飘来飘去，飘到雷公去。南风吹来吹去，吹到闽州去。镜照来照去，照到海船去。海水撞来撞去，撞到江都去。